Vandaag is Rienes Pannenkoek en mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het klein handelsgebouw in Sommersdijk is dit de huiskamer. Zijn vader had hem bijgebracht dat hij moest zorgen voor twee beroepen. Want als je er één kwijtraakte, had je er altijd nog één over. Daar heeft Rinus Pannenkoek meer dan voor gezorgd. Want zelfs na zijn pensionering heeft hij nu nog vier beroepen. Welkom Rinus. Dankjewel. Wij tutoieren elkaar, want we kennen elkaar. Je hebt bij mij op Franse les gezeten. Het zou klopt. gek zijn als ik nou meneer Pannenkoek ga zeggen, toch? Uh, ja. Het zou een beetje raar zijn. Gewoon mijn voornaam. Vier beroepen, zei ik al. <tus> Je hebt een eigen boekbinderij, bent vrachtwagenchauffeur, kerkorganist en repatriëringverpleegkundige. Dat, uh, dat zijn allemaal, ja? Ja, dat uh, vrachtwagenchauffeur is inmiddels gewijzigd in buschauffeur. Oké. Okay. Oh, nou, ook leuk, toch? Zeker weten. Ook leuk. Sinds kort nog maar hoor. Zijn dat allemaal betaalde beroepen of is het ook vrijwilligerswerk voor een deel? Uh, het zijn allemaal betaalde beroepen. Oh, ik dacht dat kerkorganist altijd vrijwilligerswerk was. Mm, is geweest, maar je maakt er een studie van, dus ja. Niet dat je daar. Uh, wat bedoel je? Je maakt er een studie van? Moet je, nou, even je alle, ge... alle kerkstukken, de kerkelijke stukken leren? Mm, je, je, je bereidt je voor op een, op een dienst. en dan... Uh, oh, jij krijgt van tevoren door welke, wat er ja, wel oh. Dus je bent er weer mee bezig, uh, ja. Uh, en dan, 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 dan denk ik dat er ook een redelijke vergoeding tegenover staat. Een ja, Ik heb organist. me nooit afgevraagd. Nee, maar gerenommeerde organisten van het conservatorium doen dat ook. Ja, dat doet ook. Je beroepsleven bracht je grotendeels door als intensive care verpleegkundige en ambulance medewerker. Klopt, klopt. Zie je ja. een beetje kijken zo? Dus ja, nee, ik ben geluisterd vandaag. Maar vandaag gaan we het vooral hebben over je werk om mensen te begeleiden. die <hijen> wat voor reden dan ook. uit het buitenland weer terug naar Nederland gebracht moeten worden. Dus het repatriëren. Daar gaan we het vandaag over hebben, toch? Ja, uitstekend. Okay. Prima. Wanneer of waarom besloot je om dit werk destijds te gaan doen? Want je doet het al ongelooflijk lang. Ja, ik doe het tot, uh, op dit moment, uh, volgend jaar is het 30 jaar dat ik het doe. Ik deed in het verleden deed ik het in uh, mijn vrije tijd. Uh, <coughs> en ik ben erbij gekomen door een collega die uh, geen opdracht kon doen, dat was in de jaren 80. Hij het is per ongeluk, hoogte. als het ware. Het is eigenlijk per ongeluk gebeurd. En hij belde mij, hij vroeg, zou jij een opdracht naar Oostenrijk willen doen, iemand ophalen uh, en weer terugbegeleiden naar Nederland? Uh, nou, dat leek me wel wat, dat was met een ambulance. Destijds was er nog een organisatie in Bruinissen, bestaat al lang niet meer, en die gaven de opdrachten uit. Leuk hoor. En toen is het zo een beetje begonnen met. Maar het, het is een nou servicedienst die vanuit Schiphol wordt georganiseerd, tegenwoordig. hè? Vanuit uh, Schiphol. Hoe wist je het bestaan daarvan af? Was dat een logisch gevolg van Bruinissen en dat dat overgeheveld werd voor jou, althans? Dat ze zeiden, Bruinissen vervalt, nou ga je naar Schiphol. Bruinissen uh, hield er op een gegeven moment mee op. En we waren een groep uit Goes. En de manager daarvan die ging. Rondkijken waar kunnen wij toch ons werk voortzetten. <coughs> Hij heeft door heel Nederland gezocht en uiteindelijk kwamen we bij de firma terecht waar we nu bij zitten uh, in Schiphol. En dat is uh, de firma Broeder de Vries, dat was van een meneer die heette Jan de Vries. Hij heeft er zijn naam aan verbonden. Oh, is dus die het, organisatie heet nou. Die organisatie heet dan nu Broeder de Vries, uh, Dutch Medical Service. Ik vraag me af, hè, want jouw vrouw zit er nou bij. Hoe kon je dat combineren met je gezin, maar ook met je werk in het ziekenhuis? Was dat dus altijd wat je al aangaf in vrije tijd, in vakantiedagen. Want ja, daar is een gezin toch niet echt blij mee, denk ik dan. Uh, destijds deed ik ook veel uh, nachtdiensten. En als je nachtdiensten deed, dan had je extra uren en die kon je compenseren in uh, vrije tijd. <coughs> uh, dus wij hadden. Best wel goede afspraken met het gezin, wanneer wel en wanneer niet. Uh, de huiselijke verplichtingen, als verjaardag en zo, die moest ik wel nakomen. Uh, en dat heb ik, denk ik, zoveel mogelijk ook geprobeerd om te doen. Nee, maar ik kan me voorstellen, kijk, het, het is onverwacht. Je wordt onverwacht vaak opgeroepen, denk ik. Hè? Uh, je bent op je werk of je bent thuis en dan ineens is er een noodgeval en dan moet jij je dus gaan melden dan zullen ze geen rekening houden met een lijstje van oh maar dan zijn ze een, uh, zoonsjarig of dan is een dochterjarig. Of, uh, dat zo, Daar zul je je toch aan moeten schikken van een groot deel denk ik. Het was zo dat wij onze beschikbare vrije tijd oh, konden wij opgeven. He, dus ik, ik besprak thuis welke dagen zou ik wel kunnen en niet kunnen. En die vrije dagen die gaf ik door. En daarvan uh, gingen zij vanuit uit. Okay, dat je dan ook beschikbaar was. Had. Dus als er een opdracht kwam, dan kreeg ik een telefoontje. Zo gebeurt het ook bij alle andere collega's. Ja. ja, en ik vroeg me ook, want onverwacht dus. Stel je bent op een van je drie werkplekken. Die andere werkplekken, hè? <laughs> ja, welke bedoel ja, je? Nou ja, nee, als, als buschauffeur zeg je dus, of als kerkorganist, of je bent met je boekbinderij bezig. Hoe ga jij dan geïnformeerd worden dat je ergens naartoe moet? Krijg je een telefoontje, krijg je een mailtje? Hoe werkt dat? Uh, de boekbinderij maakt niet zoveel uit, want dan kan ik gewoon neerleggen. Uh, kerkorgelspelen, daar is altijd een vervanger. Dus moet ik onverwachts weg, dan heb ik altijd een backup. In back hoe word je ook geïnformeerd? Ja, dat zou ik zo zeggen. En voor de bus. Uh, op dit moment daar is het hetzelfde als wat ik toen in uh, de, het ziekenhuis deed. Wanneer ik beschikbaar ben, dan geef ik dat door en mm, ja, dan, dan kunnen ze mij bellen. En als ik dus voor de bus moet rijden, dan kunnen ze me niet bellen. Um, zij uh, krijgen van mij dat te horen. We hebben tegenwoordig een programma waar we in kunnen op internet. En uh, daar kan ik precies in geven. Dan ben ik wel beschikbaar en dan ben ik niet beschikbaar. Nee, dan begrijp je me toch niet helemaal goed. Ik bedoel, hoe weet jij, dus niet de dagen die je beschikbaar bent, dat zal bekend zijn bij ze, dat geloof ik wel. Maar hoe word jij ingelicht dat je ergens naartoe moet? Zodra er een opdracht van een alarmstraal is, wij reizen ja? voor de SOS, AWB en uh, Eurocross. Uh, zij benaderen de organisatie waar ik toe behoor en zij vragen: Hebben jullie een verpleegkundige voor. En dan komt er dus een uh, scala aan uh, ja, wat, wat er gewenst is. Want ja, soms heb je alleen maar een persoon die alleen maar een, een, een gebroken arm heeft. Nou, daar hoef je geen intensive care verpleegkundige naartoe te sturen. Uh, en als iemand uh, psychisch ontspoord is... daar hoef je dus ook geen gewone verpleegkundige naartoe te sturen. Dus je, ze kijken altijd wie is beschikbaar... en wie heeft welke know-how in zijn zakje zitten. Dus wanneer ik aan de beurt ben voor een intensieve opdracht, laten we zeggen een intensive care opdracht, dan bellen ze mij. Ze bellen je? En dan vragen ze, kun jij ja. daar en daar naartoe op die en die dag? Nee, maar je wordt dus gebeld. Daar was ik benieuwd naar. Ja. Hoe werkt dat? Staat er dan bijvoorbeeld thuis ook altijd een koffertje klaar? Er staat thuis altijd een koffer klaar waar alles compleet in zit. Want je weet ook niet of je één dag of misschien wel ergens moet overnachten, dat je twee of drie dagen weg bent. Uh, het is zo dat continentale vluchten, dus binnen Europa zijn twee dagen, de ene dag heen, de andere dag terug. En de continentale vluchten duren gemiddeld drie, vier dagen, soms vijf. Uh, keer naar Nieuw-Zeeland en Australië geweest, daar ben je zes, zeven dagen mee weg, ja? inclusief de verliefdreis. Ja? En dan heb ik een grotere koffer, uh, daar heb ik ook wel een koffer waar ik dus wat dingen kan toevoegen. Maar normaal kom, staat er kom. altijd alles klaar in een kistje. En ik hoef het allemaal zo in mijn kop ja, Je hebt een bepaalde handreiking natuurlijk ook, krijg je erin. En je weet ook wat je mee moet ja. nemen. Ja. Welke informatie krijg jij over een patiënt zodat je weet wat je te wachten staat? Krijg je daar voldoende informatie over? Het zou wel moeten. Als het iemand is met psychische problemen, dan zal je wel op de hoogte gesteld worden. Als de opdracht aankomt, dan zeggen ze: Dacht ja, ze, wil jij hem. Een intensive care patiënt ophalen. Uh, als ik dan ja zeg, meestal is dat natuurlijk zo, omdat ik me beschikbaar heb gesteld. Dan krijg ik via internet krijg ik een briefing. Daar staat precies in uh, wat de Alarmstralen allemaal besproken heeft met het ziekenhuis al daar. Uh, wat de verwachtingen zijn. Wat ze willen hebben. Nou, kortom, ik alles weten... wat de patiënt heeft wat meegemaakt. Ja, van belang is. Precies. En, maar ook is het voor mij een. een een document om te zien wat moet ik meenemen. Wij hebben op onze organisatie hebben verschillende koffers. Hè, dat is een klein tasje voor een psychiatrische uh, patiënt... waarin de medic nodige medicatie ja. zit. Je hebt een gewone koffer voor gewone verpleegkundigen... die bijvoorbeeld een, 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 een armfractuur of zo meenemen. Die mee moeten nemen. toch ook begeleid worden? Ik zou denken, met een armfractuur... die kan toch wel... Al... Ja, maar ja, hoe moeten zij eten? Hoe moeten oh, zij... Uh, weet je wel. Uh, ze moeten toch zorg hebben. Zeker als er geen familie bij is die ja. meer reist. Je moet ze helpen naar het toilet. Je moet ze helpen. Oh, op die manier. Ja. ja stap het. Hè? En voor de intensive care verpleegkundigen hebben we een speciale koffer. waar alles in zit wat een intensive care verpleegkundige ook mag doen. Dus ik heb wat meer bevoegdheden te doen. dan een gewone verpleegkundige. Ja, begrijp ik. Nou heb je het over. je krijgt dat via internet. maar dan denk ik hoe van 15 of 16 jaar terug te denken. dan hadden we geen internet. Hoe werd je toen dan geïnformeerd? Uh, dan werd het verteld door de telefoon. Kort en bondig. Werd het op die manier gedaan. Dan denk ik dat je je moet melden op Schiphol. Hebben ze dan alvast een plaats voor jou gereserveerd? Weten ze dat jij eraan komt op Schiphol? Jij moet met een vliegtuig mee. Hoe weten ze dan... Hoe weten ze dan... Rines weten dan Pannenkoek komt eraan? Die meldt zich op dat en die en die post. Hoe werkt dat? De organisatie... Uh, AWB, Eurocross of SOS. Er zijn nog meerdere hoor. Je hebt Mondial en zo. Maar wij doen voor die uh, bedrijven zaken. Die reveren uh, een vliegtuigplaats voor je. Uh, en uh, dan kom ik op Schiphol en dan hoef ik alleen mijn naam en mijn paspoort te laten zien. En dan is alles geregeld. Dus ze weten dat jij ze komt. Ze weten dat komt. Ja. En ze weten ook. Dat ik extra heb, zoals een, ja? uh, een ja? medische koffer. Jij ja, hoeft je, hoef je niet te houden aan de 10 nee. kilo of zo natuurlijk. Nee. nee, maar ook die medische koffer moet apart. En die moet waarschijnlijk wordt. aan boord zijn, die mag niet in de bagage eigenlijk. Ja. ja. En ik moet die ook nodig hebben, want stel dat er wat gebeurt in zo'n vliegtuig. Eh, ik meld me altijd bij de crew wie ik ben, daar zijn ze hartstikke blij mee. Want stel dat er wat gebeurt. En dat is ge Af en toe gebeurt er wel eens wat op uh, een vlucht met een passagier. Ja? Dan wordt er geconsulteerd en met ja? de vraag: kun je komen helpen? Of ja? kun je eens even kijken? Of kun je eens even. Uh, nee, maar ik denk ook tegen ruststelling van degene die iets krijgt aan boord. Als je dan weet dat er de een deskundige verpleegkundige is, stelt misschien ook al gewoon te gerust. Want je weet, ik ben in veilige handen, toch? De passagiers weten het niet. Hè, dat nee, maar degene ben. die dus. De crew weet het uh, in Nee, niet december. alleen de crew, maar er is dus één, per één iemand aan boord. Je wordt helemaal naar vervelend. Als ik dan weet, er komt een deskundige verpleegkundige. En die komt even bij me, dan zou ik wel ja, oh ja, lekker ja, vinden. Ja, 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 dat klopt. Ja. Ja. ja, daar zijn ze wel blij mee. Maar ja? meestal zijn de mensen zo beroerd die ik dan als geholpen heb op een vlucht. Uh, dat ze niet dat weten, het interesseert ze niet nee, als, nee. Ik maar geholpen word. als ik maar geholpen word. Je vliegt naar landen over de hele wereld. Dan denk ik van, je komt in allerlei landen, zoals Spaans, Italiaans, Frans, heb je geleerd. Maar dan denk ik ook, als er, dat, dat zal wel lukken, met handen en voeten is noodzin een andere taal, maar je zult ook formaliteiten moeten, papieren moeten invullen bij zo'n ziekenhuis. Want de patiënt krijgt dingen mee. Moet uitchecken. Nee. Nee? Nee, nee, dat, nee zo werkt het niet. Uh, als ik in een ziekenhuis kom, dan is de eerste bedoeling, of als ik in het land kom, dan is de bedoeling dat ik de patiënt zo snel mogelijk opzoek. Uh, en beoordeel. Moet jij mm. zelf zorgen voor vervoer van het vliegtuig naar ja. vliegveld naar? Ja, dus uh, ik kijk van, is er, dat ik het tegenwoordig op het internet kan kijken, is er een taxi, is er een bus, rijdt er een trein? Uh, ja, wat is het comfortabelst om daar naartoe te reizen? Als we dan bij die patiënt komen, dan moet je de patiënt beoordelen. <coughs> dat betekent dat de, de patiënt onderzoekt, zoals een arts ook uh, een patiënt onderzoekt. Uh, dan kijk je... Datgene wat je vindt bij de patiënt, of dat ook inkomt met de briefing die je gekregen die hebt. je gekregen hebt in Nederland, ja. In van Nederland, de organisatie, want ja. het gebeurt wel eens dat uh, de briefing er uh, beter uitziet dan dat de patiënt is. En dan, uh, ze zijn die patiënt graag kwijt in het ziekenhuis. precies. Ja. 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 Maar het gebeurt wel eens andersom. Dat de patiënt al lang naar Nederland had gere je kunt, gereisd. Maar die kunnen. hebben ze dan gehouden om de kosten van het ziekenhuis. Uh. Juist. Kijk, ja. Ze deze op pink ben ik dan ook wel weer. Dat snap ik dan ook wel weer. Ja. Uh, um, ik denk, jij krijgt te maken ook met constant ijsschillen als je de wereld overvliegt. Ben jij iemand die bijvoorbeeld zegt van, nou ik weet dat ik wat je net zei naar Nieuw-Zeeland. Ben jij dan iemand die van tevoren al, zegt, ik ga lekker zitten in een hoekje bij het raam, niet aan de deur het gangpad, want dan moeten we er langs. Ik ga lekker bij het raam zitten. Ik ga vast zitten slapen. Kan dat? Ja, het ja? is zo dat uh, sinds dat internet natuurlijk is, kunnen wij zelf onze paden uh, bepalen in het vliegtuig. Hè, want je krijgt een, uh, bij de briefing krijg je ook je documenten voor de vlucht. En daar zit natuurlijk je ticket bij. En dan ga ik kijken en dan zie ik, oh, ik zit ergens midden in het vliegtuig. Dat vind ik niet bijzonder en dan kan ik mijn stoel wijzigen. Dus dat kan ik allemaal op internet doen, want ik zit inderdaad, zoals je zegt, het liefst bij het raampje. En dat is niet om naar buiten te kijken. <coughs> Maar het, het, is puur, natuurlijk. het is puur om. Uh, ik kan heel makkelijk slapen in een vliegtuig. Ik ben ook zo vertrokken na de maaltijd. Hè, want dan moet je altijd even op wachten. Uh, ik ben zo vertrokken en ik ligt dan heerlijk te slapen. Uh, dus uh, ja, ik heb niet zo'n last van uh, jetlag. Dat komt natuurlijk ook omdat nee, ik natuurlijk veel. Jaar, ja. ja, ook uh, de nachtdienst net ja? gezeten. Dus ik, uh, ik heb daar niet zo'n last van. Nee, maar ik dacht wel als je een type bent. Want je moet daar ook weer kwaad aan het werk. Je moet. Je moet gelijk alert zijn. Je moet weten wat er gebeurt. Dus dat kun jij dan van tevoren. Maar ja, als je inderdaad iemand bent die in de civiele kan slapen. Dat is, ik ben een makkelijke slaper. Ja, dat ja, een, beetje... een uh, ja, ja. Ja. ja, ja. Ja, dat is, dat is heerlijk. Ja, dat dus lijkt je komt wel. vaak wel uitgerust, kom je daar uh, aan. Ja. Naast de gewone vereisten heb jij de dus specialisaties. Hè? Ik zag psychiatrie, hartbewaking, intensive care en de ambulance. Betekent dat dat jij altijd overal naartoe wordt in kunt ingezet worden zonder dat er ook nog een arts bij is? Ja, 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 inderdaad. Want stel dat er wat gebeurt met de patiënt onderweg, dan ik kan makkelijk een, een uh, ja, intubatie, zoals dat heet, hè, dus een slangetje in de lucht bijbrengen. Ik kan uh, zo een infuus inbrengen. Ik heb een protocol welke medicijn ik mag toedienen. Ja, ik ben eigenlijk een halve arts. Als, ja. Intensive care verpleegkundigen. Ook uh, als het hartpatiënt is en er gebeurt wat. Uh, ik heb de, uh, de bevoegdheid om te defibrilleren. Uh, dus heel uh, erg schok toe te dienen. Maar we hebben het nou dus over in het ziekenhuis? In, in, uh, in, in, in het vliegtuig, ja, ja, ja. Ja, maar dan denk ik ook waar we allemaal op moeten letten in een vliegtuig. Als je op hoogte bent, dan is, dan is de druk anders. Dan heb je dus wat we stijgen en dalen, wat ze zeggen je oren of weet ik het. Ja. En flink slikken. Maar dan is toch ook, moet jouw behandeling daar toch van de patiënt op aangepast zijn? Die, dan is de druk in de lucht voor jou toch ook anders dan dat je het op de, op de grond doet? Ik heb in het verleden een uh, cursus luchtvaartgeneeskunde gevolgd. Oh. En daar wordt precies omschreven en aangegeven uh, hoe je met uh, andere luchtdruksverschillen moet omgaan. Zoals een katheter, een infuus, uh, een ballonnetje die in de luchtpijp zit. Uh, ja, dat voert te ver om uh, hier uit te leggen, maar... Je wordt daarin getraind. Ja, maar je kunt je voorstellen dat ik met het afvroegen, dat ik dacht, ik weet dat het in die lucht allemaal anders is met de ja. druk en weet ik het, Dan kun je niet dezelfde handelingen doen zoals ze op de grond gebeuren. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt dus. Dus daar dus moet je allemaal rekening mee houden. Wel leuk. Uh, intensief. Ja, maar ook spannend en leuk denk ik. Ja, maar nou is het wel zo, je komt niet vaak uh, dat soort dingen tegen in het vliegtuig. Want je neemt vaak alleen maar uh, gestabiliseerde patiënten mee. Zodra een patiënt, als, je, als ik in het buitenland in het ziekenhuis kom en ik zie dat de patiënt niet echt stabiel is om te vliegen, dan heb ik een achterwacht bij elke uh, alarmcentrale en die achterwacht is een arts en daar overleg ik mee. Wat vind je? En ik geef mijn eigen mening en hij beslist. En als ik denk van dat uh, uh, we gaan de confrontatie niet aan, dan gaat de patiënt ook niet mee. Oké, nee, nou dat kan ik me niet meer voorstellen. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig wat je net al aanhaalde, of net. maar jij hebt natuurlijk ook zo'n mobieltje waarmee je kunt filmen. Dus als jij denkt, die patiënt, kun je hem zelfs filmen en aan de artsen in Nederland laten zien. Uh, ja, daar komt de privacy... Uh, oh, nee, uh, oh, met de nieuwe privacywet <laughs> natuurlijk hebben we ja, daar ja. wel mee te maken. Ja. Oh ja, dat snap ik ook nog. Um, ik heb alweer een tijzijntje gekregen. De tijd zit er alweer bijna op. Ik oh, Nog één vraag. Hoe krijg jij, moet jij dat ook regelen zelf, als je vanuit het ziekenhuis naar het, zieke, dus naar het vliegtuig gaat... Dan moeten ze met een ambulance denk ik vervoerd worden vaak. Krijg jij hulp bij het aan boord brengen van, van een patiënt? Uh, een ambulance is uh, altijd geregeld door, het, uh, door de alarmcentrale. Ja? Uh, hoe het op het vliegveld aan toe gaat, dat hangt af een beetje van de ambulance. Uh, maar de ambulance rijdt vaak met de patiënt naar het vliegtuig toe. Daar worden ze ingeladen in een zogenaamd. Schaarmodel, dat is een, een, een bak die omhoog gaat tot aan de een soort lift. Ja. Maar dan een schaarmodel, maar dan iets ja, wat omhoog Ja. En gaat. dan komt het tot aan de vliegtuigdeur en zo worden ze naar binnen gehaald. Wij worden geleerd in het buitenland geen uh, activiteiten te doen, hè, dus meehelpen, en dat soort dingen. Uh, dat moet je door het grondpersoneel van die uh, organisatie. Voor aansprakelijkheid. Ja. Voor aansprakelijkheid ja. heeft te maken en uh, vaak. Uh, patiënten en familie die begrijpen dat dan niet. En die zeggen: Nou, die broeder staat helemaal niks te doen. Maar wanneer je uitlegt, het heeft allemaal juridische consequenties. Ja, dan kan ik me best ervoor uh, zorgen. Ja, dan begrijpen ze waarom ik met mijn handen in mijn zak sta. Want ik uh, stuur alleen maar. Ik zeg: Ik wil de patiënt zus hebben. Ik wil de patiënt zo hebben. Ik wil die zo gelegd hebben. Uh, jullie moeten zo tillen. Uh, maar zelf doen? Nee. Nee. En in Nederland is het dan gelijk als je in Nederland landt. Dan wordt dat ook weer van jou overgenomen. Dan is jouw verantwoordelijkheid. Uh, klaar. Ja, nee, we hebben onze eigen organisatie. Hebben we hebben ook ambulances. Met eigen chauffeur. En dan komt die mij helpen. En dan ga ik mee met de patiënt naar of huis. Oh, of naar een ziekenhuis. Nog? Dat okay. doe ik ook nog. Oh, ja. Je begeleidt tot aan de, tot aan de huis. Of het ja. ziekenhuis weer. Ja, oké. Okay. En dan, tot slot, wil ik natuurlijk van je weten: het is intensief werk. Ook mooi werk. Maar dan denk ik: wat levert het jou zelf op? Voldoening dat ik op plaatsen kom in de wereld waar ik anders niet op vakantie kom. Ja, maar dat is natuurlijk heel beperkt, want je gaat waarschijnlijk van het vliegveld naar het ziekenhuis, of sla je wel een dag over dat je ergens een beetje kunt pieren waaien of zo. Kijk, als ik morgens vlieg, dan ben ik middags, bijvoorbeeld in Spanje of Portugal, Griekenland. En dan heb ik nog een hele dag, zeker als ik de volgende Passa's weer terug moet vliegen. Als ik over de plas heen vlieg. Dan heb ik meestal een dag, anderhalve dag. En daar zie je dus in die beperkte omgeving waar je bent. Maar je kan wel een indruk krijgen. Kijk, als ik naar New York vlieg. En ik kan daar bijvoorbeeld een paar state buildings uh, beklimmen. En dat maakt het voor jou allemaal zo, zo leuk? Tuurlijk, ook de zorg aan de patiënt natuurlijk. Want je komt allemaal nee, wisselende mensen. En dat levert het jou op. En dat is dus de voldoening. Maar ook het leuke van is ergens komen waar een ander iemand niet komt. Ja, precies. Ja. Dankjewel. Rechtig. Blijf jij nog even zitten, dan sluit ik af. Gedaan. Dat was het voor deze week. En volgende week ben ik terug met een andere gast en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp... waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen... neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo.kpnplanet.nl. Deze uitzending is behalve naast Slogo, de lokale zender, terug te zien... via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Verder zijn alle uitzendingen terug te zien via onze site: www.huiskamervanvlakke.nl. En deze uitzending is natuurlijk ook terug te zien via mijn eigen Facebook-pagina. Graag tot de volgende week. Dag.